Welkom in de feestzaal. Zoals jullie kunnen zien is dat hier nu een oefenrechtbank. Omdat in Maastricht houden we heel erg van vaardigheidentraining en ook van wedstrijden. De Abraham de Pinto competitie die is nieuw in ons land. En is anders dan andere juridische competities. Het is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. En het leek de decaan een heel leuk idee om de competitie dan ook hier te introduceren. Teams van twee studenten worden geconfronteerd met een cliënt die bij ze op bezoek komt. En ze weten eigenlijk niet heel erg veel. Ze krijgen een memo van een secretaresse. En het is aan de studenten om dan ook het perfecte intakegesprek te geven waarna een advies volgt. Je hebt natuurlijk het onderwijs, maar je hebt daarnaast gewoon vaardigheden. En die vaardigheden zijn zo van belang. Deze competitie is belangrijk voor rechtsstudenten vanwege het feit dat ze na het afronden van een master vaak in de praktijk werkzaam zullen gaan zijn. En vaak ontberen zij dan de communicatieve vaardigheden en de sociale vaardigheden om een goed en degelijk cliëntgesprek te kunnen voeren. Daarom staat bij deze competitie de rol tussen cliënt en advocaat centraal. Tevens biedt deze dag de studenten de mogelijkheid om met advocaten, rechters en communicatiedeskundigen te netwerken. Dus het wordt echt een hele happening hier in Maastricht, echt mooi. Ik heb vorig jaar inderdaad meegedaan samen met Jan Willem. Het is een ontzettend leuke en leerzame dag geweest. We hebben er ontzettend veel van geleerd. Na de competitie heeft de Universiteit Maastricht ons benaderd en ons gevraagd of we mee wilden helpen om de competitie groter te maken en om daar een internationaal karakter aan te geven. Dat hebben we ook gedaan. Met z'n drieën hebben we er maanden naartoe gewerkt en we zijn er ook trots om te kunnen zeggen dat Maastricht University zo'n evenement heeft kunnen neerzetten. De decaan ook al zei, vecht elkaar de tent niet uit. Ga met volle teugen genieten van deze competitie en van de mooie dag hier in Maastricht. Veel succes!